Je kunt er in de binnensteden niet omheen jonge ouders op die bakfietsen. Maar ja, een bakfiets is veel meer dan alleen een gezinsvervoersmiddel. Meer en meer bedrijven maken er gebruik van. Wat je als bedrijf ermee kan, dat vertelt Jeroen Beumer van Baboe. Hij staat voor de studio met Roland Tameling met twee bijzondere exemplaren. Zeker, Remy, zeker. Er staan hier eens een keer geen auto's voor de deur, maar twee bakfietsen aan mijn rechterhand. En nou ja, het exemplaar dat wij alle eigenlijk kennen, hè, bij mij in de buurt in een relatieve nieuwbouwwijk in Rijswijk, is dit zo'n beetje het meest geziene voertuig op een Nissan Qashqai na. Dit is echt een vervoermiddel dat heel veel mensen gebruiken om hun kinderen naar school te brengen. En inderdaad, tussen deze twee fietsen staat Jeroen Beumer, de business owner van Baboe. Want aan mijn linkerzijde, Jeroen, staat een heel andere bakfiets, de Baboe Pro. Hè? Vertel even, de kijker zal kunnen zien wat direct het verschil is. Maar als jij het aan de luisteraar zou moeten omschrijven, wat zien wij hier? We zien hier eigenlijk een grote bakfiets met een bak voorop. Een driewielige bakfiets. En een bak die gesloten kan worden. Volledig afgesloten en daarmee waterdicht. En waar een 900 liter aan volume in zit. En die je kan vullen met 100 kilogram gewicht. Het is inderdaad een bakfiets zoals je die verwacht. Hè? Het fietsgedeelte zit achterop. Een grote bak zit voor je neus, voor het stuur. Dus eigenlijk aan het stuur vast. En er zit een grote klep op die midden op de bovenkant zo'n beetje scharniert. Een grote opening ook om je spullen in te laden. Vrij diepe bak. Ik zou er zomaar in kunnen gaan zitten, denk ik, met mijn 2,4 meter. Gaan we niet proberen, heb ik net gehoord. Laten we dat vooral niet doen. De verzekering dekt dat niet. Maar voor wat soort klanten is dit het vervoermiddel? Wat jullie betreft? Nou, dit kan heel goed worden ingezet voor zowel pakket- en postdiensten. Daar wordt het ook al voor gebruikt. Ja. Maar dit is ook een ideale bakfiets die gebruikt kan worden door ondernemers die bijvoorbeeld aan huis klussen moeten doen. Of een schilder die op pad moet met zijn spullen. Eigenlijk is het een heel breed inzetbare fiets. Gebeurt dat ook echt al? Dat schilders hier hun kwasten en hun potjes verf ingooien en hun bus laten staan? Ja, we hebben klanten die dat al doen. Ja. Hè? Maar we hebben eigenlijk allerlei soorten klanten. We hebben ook fitnessinstructeurs die bootcamps in het park houden. En die spullen meenemen met de bakfiets. Dus eigenlijk is het gebruik is heel breed. En soms worden we ook wel verrast door het type gebruik wat er mogelijk is. Ja. Hoe lang is deze nu op de markt en hoeveel hebben jullie er al verkocht aan Nederlandse ondernemers? Nou, deze fiets is nu sinds 2018 op de markt. We hebben hem eigenlijk ontwikkeld in samenwerking met PostNL. En er zijn er op dit moment etelijke honderden op de weg, maar door heel Europa. Samen ontwikkeld met PostNL. Dus zij hebben aan jullie aangegeven dit en dit en dit zijn de kwalificaties waar de fiets aan moet voldoen. Wat voor wensen zijn er dan bij jullie klanten? Nou, het was natuurlijk heel belangrijk voor PostNL dat ze goed konden zien wat er in die bak kan. Hè. Dus dat is belangrijk. Daarnaast voor PostNL bijvoorbeeld ook hoe kan die open en dicht, zodat zowel de pakketten enigszins in slecht weer ook beschermd zijn tegen de regen. Dus ja. Vandaar dat we de hoek in de opening hebben. En er is heel erg gekeken naar, kun je makkelijk de spullen in- en uitladen. Mm-hmm. Dus ook de hoogte van de opening is erg bepalend. Dus we hebben eigenlijk naar al dat soort aspecten gekeken om het gebruik uiteindelijk van de gebruiker die met de fiets rijdt. Ja. Om dat zo makkelijk mogelijk te maken en zo goed mogelijk te ondersteunen. Laten we eens even lopen naar de andere fiets die hier staat. Het origineel zo gezegd. Want sinds wanneer is deze Baboe op de markt? Deze is eigenlijk ook rond dezelfde tijd op de markt gekomen. Dit is eigenlijk, hij lijkt heel erg op de familiefiets. Alleen omdat het een tweewielfiets is. Alleen het is ook een professionele fiets. Dus de bak die erop zit is ook afsluitbaar. Hier kun je ook geen kinderen in vervoeren. Het kan wel, maar ook dat dekt de verzekering niet, zal ik maar zeggen. Zou je de deksel er even af kunnen halen? Ja. Gaat inderdaad, dit is dus een voor mijn gevoel een wat compactere fiets met een lagere bak. En hier gaat het deksel opent naar voren toe. Waarom is deze anders dan die links van jou staat? Dit is een tweewielfiets die over het algemeen wat wendbaarder is in de stad. Je kan er wat sneller op fietsen dan op een driewieler. Met name ook in bochten, omdat je in een bochten met een driewieler over het algemeen even wat rustiger aan wil doen. Ja. Dus het is eigenlijk ook voor iets andere soort toepassing. Voor mensen die wat minder ruimte nodig hebben in hun bak.
maar die tegelijkertijd toch snel en wendbaar door de stad willen zijn. Ja, ik moet meteen denken aan een wijnhuis uit Rotterdam dat mij vertelde. Wij hebben niet meer gekozen voor een elektrische bus of voor een dieselbus. We gaan nu onze wijn door de stad vervoeren op dit soort fietsen. Hè. En inderdaad, hier passen heel wat kratjes wijn in. Ik zie ook een acculader liggen in de bak van deze bamboe. Bij het krenkstel van deze fiets zie je een Yamaha middenmotor. Hè. Elektrische fiets, wat haalt deze aan bereik bijvoorbeeld, aan ondersteuning? Nou, ondersteuning is ongeveer 60 tot 80 kilometer. Zoals je weet is natuurlijk het bereik is erg afhankelijk van een aantal factoren. Het kan met weer te maken hebben, ook maar de belading. Ja. Ook de ondersteuningsstand die iemand kiest om in te fietsen. Dus als maar op het hoogste ondersteuningsniveau zit, dan ga je wat minder bereik hebben. Maar we rekenen met zo'n beetje 60 tot 80 kilometer. Netjes. En qua prijs, wat is het verschil tussen de tweewieler hier en de driewielsfiets met de grotere bagagecapaciteit? Er zit ongeveer €850 ex-BTW tussen. Dus deze is rond de €4.500 en deze is rond de €5.400 ex-BTW. Okay. En hoe zit het met de marktpenetratie zogezegd? Hoe makkelijk overtuig je nou Nederlandse ondernemers om niet voor een geëikt vervoermiddel te kiezen, maar voor een bakfiets die echt gemaakt is voor professionals? Nou, dat is best een uitdaging, want we weten allemaal dat natuurlijk steden die gaan op slot voor busjes. Hè. Er moeten naar nul emissie, moeten ook steeds naar minder, meer steden gaan naar autoluw. En we zien dat heel veel ondernemers daar nog niet heel goed van op de hoogte zijn. Nee. En dat ze ook nog best wel terughoudend zijn om die stap te maken. Maar meer steden gaan naar autoluw, dat is juist koren op jullie molen, toch? Absoluut. Hè? Dus we verwachten ook dat die omslag gaat versnellen. Ja. Naarmate de 2025 dichterbij komt. En we zien dat het voor ondernemers enorm aantrekkelijk is financieel. Want het is een goedkopere oplossing. Je bent sneller door de stad. Je kan meer stops op een dag doen. Wat vaak nog wel een argument is om het niet te doen, is dat het voor bereiders nog wel een omslag is. Hè? Iemand uit een bus halen en op een fiets zetten is best een uitdaging. Iemand is natuurlijk gewend om dan droog te zitten en warm. En het stuur is niet verwarmd, neem ik aan. Het stuur is niet verwarmd. Maar wat wij al aangeven, is wat je misschien wat moeilijker in kan schatten, is maar dat het voor een bereider ook heel veel brengt. Hè? Want een bereider die op een fiets gaat, die heeft de rust in zijn hoofd dat hij weet hoe lang die bezig is. Die is niet onderweg, wordt hij niet opgejaagd door andere automobilisten die zitten te toeteren als hij zijn spullen wil uitladen. Mm-hmm. Dus je creëert eigenlijk voor je medewerkers een enorm stuk rust. En daarnaast is het een mooie bijdrage aan de gezondheid van mensen ook. Ja, mensen kunnen gewoon lekker in beweging zijn onderweg. Maar dus het overtuigen bijna van het doorbreken van die gewoonte is jullie grootste uitdaging in zekere zin, begrijp ik. Het meekrijgen van de mens in zekere zin. Wat zijn jullie voornaamste concurrenten eigenlijk? En wat doen jullie dan anders? Waarom professionals bij jullie zouden moeten aankloppen? Nou, we hebben de concurrentie op het bakfietsgebied, maar eigenlijk ook andere LEV-voertuigen. Low emission vehicles? Ja, sorry, heel goed dat je het zegt. Low emission vehicles, dus kleinere, lichte elektrische voertuigen. Dus eigenlijk is het concurrentieveld heel breed. Op zich vinden we het eigenlijk helemaal fijn, want er moet nog enorm veel gedaan worden om die markt open te breken. Dus hoe meer partijen we hebben die ons verhaal, met ons het verhaal vertellen dat het belangrijk is om over te stappen op een emissieloos alternatief. Hoe beter dat is voor ons ook als merk. Dus we zijn eigenlijk heel blij met alle concurrentie die er is. Ja. Maar de fiets die hier rechts staat, hè, de grote witte bakfiets, die is dus in co-creatie ontstaan met PostNL onder andere, vertelde je. Ik kan me voorstellen dat het samenwerken met grote partijen, die dus wellicht ook meteen honderden fietsen van jullie kunnen afnemen, dat is A, goed voor de business, maar B, ook goed voor het product en dus voor de overtuiging richting de consument en de gebruiker. In hoeverre staan daar nog meer plannen en wat kunnen we verwachten voor de toekomst bij Bamboe? Nou, in principe is het zo dat we heel graag met andere partijen samenwerken om door te ontwikkelen. We hebben eigenlijk als een van de weinig partijen al ruime tijd ervaring met fietsen in die markt. Dus dit is een markt waarbij je eigenlijk pas door ervaring echt leert hoe goed je product is. En je kan 2 jaar zo'n fiets hebben draaien en er is niks aan de hand. Maar als in het derde jaar opeens de boel toch kapot gaat, heb je toch een probleem. Dus wat dat betreft zijn dit soort samenwerkingen, omarmen dat heel graag. En we zijn wat dat betreft altijd op zoek naar partijen die dat interessant vinden om met ons te doen. Hoe kunnen ze in contact komen met jullie? Nou, ze kunnen contact opnemen met mij via LinkedIn eventueel. Daar ben ik te bereiken. Jeroen Beumer voor de duidelijkheid.
persoonlijkheid. Ja. Of ze nemen even contact met info@baboe.nl. Heel goed. Want jij zegt het, de ervaring om te kijken of je product goed is, is een van de manieren om ondernemers te overtuigen van het nut en de noodzaak van een bakfiets. En ik moet meteen even denken aan een test die ik laatst zag tussen het inzetten van een elektrische bus in een druk stadscentrum en het bezorgen met een bakfiets. En toen bleek vrijwel altijd de bakfiets sneller en nou, niet zozeer comfortabeler, want je hebt met weersinvloeden te maken natuurlijk, maar wel een serieuze concurrent voor die andere last mile deliveries, waar je even praktisch gezegd 45.000 euro kwijt bent voor de aanschaf van je voertuig in plaats van zo'n 4500 euro. Hè? Ja. Dus, kort gezegd, de verwachting voor de komende 2 jaar? Nou, wij zijn heel ambitieus en wij verwachten dat we enorme groei tegemoet gaan. En we hebben denk ik de fantastische producten om dat in te vullen. We hebben denk ik een mooi product voor ondernemers om die overstap te maken. En we denken graag met ze mee om ook de weerstand die er eventueel is om die te overwinnen. En om te kijken hoe ze optimaal gebruik kunnen maken van onze producten. Uitstekend. Dankjewel Jeroen Beumer, de business owner van Baboe Pro in Nederland. En nou, mocht je meer informatie willen weten, kijk dan eventjes op de website die hier staat. Mark, de cameraman, brengt hem nog even in beeld. baboepro.com. En dan ga ik weer naar binnen voor deel 2 van deze show.